Goedemiddag, ik sta hier op de Via Gladiola bij de Keizer Karelplein. Het is vandaag natuurlijk Oranje Vrijdag. En vanmiddag ben ik hier om wat verhalen op te halen van wandelaars die bijvoorbeeld vandaag een verkorte route hebben gehad. En ja, ze zijn bijna aan het einde natuurlijk. Dus het hele feestgedruis eromheen gaan we ook vastleggen. Veel plezier! Goedemiddag! Hoe is het vandaag gegaan met jullie? Wat zei je? Hoe is het vandaag gegaan met jullie? Ja, heerlijk hoor. We moesten vandaag 30 kilometer lopen. Was wel lekker hoor. Je merkt toch wel dat het al verschil was met die 40. Dus ja, ging heerlijk. Dus het was wel fijn dat het iets korter was vandaag. Jawel, jawel. Je was ook wel sneller binnen en zo. En iedereen die hier staat en zo is heel mooi om te zien. Ja, jullie hebben al wat gladiolen meegekregen zo te zien. Zeker. Ja. En ja, had je het niet jammer gevonden dat het, dat het niet een compleet aantal kilometers was eigenlijk? Ja, nou, de starttijden die bleven gewoon hetzelfde. Dus we waren bang dat als we hier binnenkwamen dat er niet zoveel mensen waren. Maar gelukkig valt er wel mee en is iedereen. Dus dat is wel mooi. Het is gezellig hier, hè? Het is altijd gezellig. Ja, het is natuurlijk echt heel erg feestelijk hier. Dat zeker. We hebben vorig jaar ook de 40 op vrijdag gelopen, dus een beetje compenseren. Ah, mooi ja. En gaan jullie vanavond ook nog even feesten hier? Ja, zeker. Nu kan het wel, hè. Dus, nou, nog veel plezier. Dan zie ik jullie vanavond vast nog wel in de stad. Ja, is goed. Doei. Goedemiddag. Hallo. Jullie hebben jullie zelf meegenomen? Nee, die hebben we net gekregen. Oh, die hebben jullie gekregen? Ja. Die hebben familieleden die stonden te kijken. Ja, zeker. Zijn jullie goed onthaald? Ja, heel echt heel leuk. Met de gladiolen? Ja, heel leuk. Het is iemand, we hebben het genoeg. En het is goed gegaan vandaag met een verkorte route, hè? Ja, super. Super goed. Dus het was eigenlijk wel een fijne beslissing zo. Ja. Ah, mooi ja. Ja. Dan hebben we extra tijd op de wedstrijd. Ja, super leuk toch? Gaan jullie vanavond ook nog even de stad in? Of? Natuurlijk! Nou, superleuk, dan zie ik jullie daar vast nog wel. Zeker. Veel plezier! Dankjewel! Goedemiddag! Hoe is het vandaag gegaan? Ja, goed, goed. De laatste meters waren een beetje moeizaam omdat er veel geslenterd wordt en je wordt steeds geblokkeerd en zo, maar verder is de sfeer is super. Dus we zijn blij dat we er zijn, eindelijk. Ja. En jullie zijn ook blij dat de route verkort is in dit geval? Ja, ja, al vond ik het toch wel jammer ergens, want ik vind het dan toch ook wel leuk dat je die 40 kilometer kunt maken. Dus, maar het was wel heet. Ja, dan is het misschien toch wel goed geweest om even korter te lopen. Ja, dan, ja, ja, dus goed. Blij dat ik er ben. En vanavond nog even een feestje? Ja, ja, we moeten ook weer terug naar Zwolle. Dus ja, vanavond, morgen. Dus kort feestje, denk ik. Ja, even lekker uitrusten. Ja, gaan we doen. Nou, veel plezier nog. Dankjewel, hè. Hoe is het vandaag gegaan? Ja, heel makkelijk, goed. Heel makkelijk nog wel. Ja, dat was die verkorte route. Ik denk dat het nog wel bij kon. Oh ja, dus het had helemaal niet verkort hoeven te worden. Nee, helemaal niet. Jammer zelfs. Ja. Jammer. Ja, makkelijk. Jullie hebben helemaal geen last van de hitte gehad. Nee, ook het is wel warm, maar gisteren was warmer. Gisteren was warmer. Jullie hebben jullie erop gekleed, zo te zien. Dus jullie hebben je er zo te zien op gekleed. Ja, we waren er helemaal klaar voor die hitte. En gaan jullie vanavond ook even de stad in? Ja, ja, ja. Nou, dan zie ik jullie daar nog wel. Tot vanavond, hè. Jullie er mooi uit. Dankjewel. En hoe zijn jullie erop gekomen om dit aan te trekken zo? Nou, we zijn in de kleuren van Nijmegen. Groen en oranje. En dat hebben we allemaal een beetje opgepimpt. Ja, Oranje Vrijdag natuurlijk, hè. Daarom hebben we lopen voor het goede doel en we hebben gaan huilen. En zo, 2700 euro opgehaald voor het vergeten kind. Zo, wat geweldig, wat geweldig. En wat houdt het precies in, het vergeten kind? Zijn kinderen die niet liefdevol opgegroeid zijn. Of de moeder is verslaafd, of ze wonen bij de opa en oma. En dan kunnen ze ontspannen in het Happy Hotel. En dan hebben ze een dagje vakantie, of ze krijgen een Happy Box. Daar doen we het voor. Oh, wat een prachtig doel is dat, ja. Ik zie dat u een beetje ontroerd bent. Ja, dit is de laatste keer voor ons. De laatste keer dat jullie meelopen? Ja, de tiende en laatste keer. Hebben we 5 keer de 40 gelopen en 5 keer de 30. Maar ik heb last van de knieën en zij van de voeten. Het is mooi geweest. Nou, dan is het goed dat het vandaag iets korter was dan misschien de route. Ja, daar waren we heel blij mee. Nou, super. En vanavond nog even feesten? Of? Ja, ja, ja. Ja, zeker. Het bier wacht. Nou, dat komt allemaal goed met het feestje. Heel veel plezier nog. Ja, sleutel hangen van het symbool van het huis. Nou, super. Dankjewel. Tot ziens. Dag meneer.
Goedemiddag, wat zien jullie er mooi uit? Dankjewel, dankjewel. Waar vandaan dit idee om dit aan te trekken? Nou, omdat het natuurlijk de laatste dag is. Een beetje feestelijk, hè? Een beetje feestelijk voor de dag komen. Nou. Ja. We zien toch veel grijze muizen, dus we willen ons gewoon even anders profileren. Een beetje kleurrijk aantrekken. Kleur aan het leven brengen, hè? Nou, hartstikke mooi. En hoe is het vandaag gegaan met al die kleurtjes? Prima, joh. Helemaal goed. Ook leuke reacties allemaal, dus... Ja, dat geloof ik wel, ja. Gezellig, dus... Ja. Je krijgt veel fans natuurlijk, hè, want iedereen moedigt je aan en zo, dus dat is gewoon gezellig. Ja, prachtig toch? En gaan jullie vanavond ook nog even de stad in? En nou, we gaan wel uit eten met alle mensen die ons binnenhalen. Dat doen we altijd, maar dan gaan we even de voetjes rust geven. En zijn er dat veel, de mensen die jullie hebben opgewacht hier? Nou, die ons opwachten zijn er 6. Nou, mooi groepje om mee te gaan uiteten dan. Heerlijk, heel gezellig. Dus, zij zijn de winnaars, zij supporten ons. Ja, prachtig, prachtig. Nou, dan zou ik zeggen, heel veel plezier en smakelijk eten met uiteten. Ja, tot volgend jaar. Goedemiddag. U heeft een 8 bij. Ja, zeker. Waar vandaan komt dat idee? Ja, ik loop voor de 8e keer de Vierdaagse gelopen. Nou, prachtig. En hoeveel kilometer loopt u? 50. 50? Ja, ja. Vandaag 40 dan? Ja, vandaag een 40. Hoe is dat bevallen? Ja, prima. Was een goed besluit, vond ik eigenlijk. Want het is wel iets minder warm dan gedacht, maar je weet maar nooit. Hè. Als het toch warmer wordt, dan is het toch beter om dat te doen, inderdaad. Nou, klinkt goed. En vanavond nog een feestje? Ja, van barbecuen. Ja. Nou, lekker. En dan komen nog heel... Lekker. En dan komen voor u nog heel veel edities aan na die 8? Ja, zeker. Sowieso tot 11 sowieso. En misschien denk ik nog wel langer, denk ik. Uiteraard. Nou, dan, hopelijk tot volgend jaar dan. Veel succes. Hé, hey, tot volgend jaar dan, hè. Linda! 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 Hallo. Hallo, hallo. U bent echt wel goed onthaald hier. Ja, ja, ja. Hoe komt het eigenlijk? Sorry? Hoe komt dat eigenlijk, dat u zo groot wordt onthaald? Ja, dat weet ik. Moet je even mijn familie vragen. Hoe komt het? Ja, dat hoort erbij. Als je 25 keer Nijmegen loopt, dan mag je wel in het zonnetje gezet worden. Ja, dat is wel een prachtig jubileum natuurlijk, ja, hè? Zeker. En hoe is het vandaag gegaan, Linda? Ja, heel goed. Ging lekker. Was het fijn dat het een korte route was? Ja, ik vond het zelf wel jammer, maar ja. Ja, het is wel begrijpelijk, maar ik vond het persoonlijk wel jammer. Ja. Geen last gehad van de hitte? Nee, zelf niet. Nee. Okay, maar u bent in ieder geval bijna binnen. Ja, precies. Nou, veel plezier nog, hè? Ja, dankjewel, hè. Goedemiddag. Hi. Je hebt een bordje meegenomen. Ja, je moet mensen toch een beetje ophypen hier bij de laatste paar meters. Ja. En wij komen hier natuurlijk niet alleen voor de wandelaars. En wij willen ook wel echt de kruisjes zien. Want dat ze hier zijn betekent nog niet dat ze bij de finish zijn, hè? Nee, inderdaad. Want het is nog best wel warm. Ook voor jullie natuurlijk hier naast de kant. Niet te doen, maar goed. Wij staan hier langs de kant. Zij staan aan het lopen. Ik denk dat ze het... Ja, het is prima. Wij staan hier om hun te supporten, dus het allerbelangrijkste. Gaan jullie dadelijk nog een lekker koud pilsje pakken? Absoluut. Ja, jij ook? Ja, vanavond in de stad. Ja, nee, ik ook. En dan lekker slapen. Ja, en, zeker. En dan zie ik jullie vanavond in de stad. Ja, is goed. Veel plezier, hè? Er staat iemand op te wachten met de gladiolen. Ja, dat klopt. Ja, op mijn kleinzoon. Kleinzoon? Hoeveel 50 kilometer, 40 vandaag. Oh, wat prachtig, ja. Ja, ja. En heeft u al iets van hem gehoord? Nou, onderweg? Volgens mij komt hij er zo aan, maar hij staat daar in de zon. Dus ik ben heel even in de schaduw gaan zitten. Ik dacht, kan ik hem zo wel zien? Ah, nou dan heel veel succes en heel veel plezier. Dankjewel, hè. Goedemiddag, mevrouw. Hoe gaat het? English. Oh, how are you doing? I'm in pain, but I'm having fun. You're having fun? Yeah, pain is fun, I'm having fun. All the people around you? They are awesome. And I'm just having more fun because I walk slowly because I'm in pain. I love Nijmegen. I love Nijmegen. Nice! Nice even. Goedemiddag, wat heeft u een mooie zonnebloem mee? Omdat ik 15 keer loop. 15 keer alweer. En hoe is het vandaag geweest? Ja, goed. Lekker zo, heel fijn. Met de verkorte route bedoelt u? Ja, super. Ja. Hey, mooi. Ja. Geen last gehad van de hitte. Nee, maar het is wel echt denk ik beter. Het is helemaal top, maar helemaal fijn. Helemaal tof. Ja. Hartstikke leuk. Ja. Vanavond ook nog even verder? Ja, zeker. Ik ga het proberen. Nou, heel veel plezier dan. Dankjewel. Doei. Goedemiddag. Hallo. Hoe is het gegaan vandaag? Ja, hartstikke goed. Gezellig. Keileuk. En wat heb je op je shirt staan? Laten we trouwen.nl. Dus ga je trouwen en zoek je nog een leuke trouwambtenaar? Nou, denk aan mij.
Nou, hartstikke leuk. En in het roze nog wel. En in het roze nog wel. Ja, die hebben we gewoon aangehouden de hele week. Bedoel, de hele week nog wel. Vies wordt je toch wel. Dus een beetje reclame maken, hè? Dus die gaat vanavond de was in? Ja, vanavond gaat hij de was in. Nee, hij is wel de was in geweest. Want anders denken die mensen wat een vies mens. Ja, ja, dat krijg je dan, hè? Ja, precies, ja. Vanavond nog even de stad in? Nee, we gaan nou nog even de stad in. En vanavond lekker thuis met een biertje op de bank. Nou, lekker uitrusten. Ja, dank jullie wel. Veel plezier. Veel plezier, hè? Goedemiddag. Hi. U loopt mee voor een goed doel. Zeker. Waar houdt het precies in? Voor KWF loop ik. Het KWF? Ja, voor, om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. En weet je al hoeveel je geld je nou hebt ingezameld? Ik heb 2051 euro ingezameld tot nu toe. Dus, maar donaties zijn nog welkom, jongens. Nou, dat klinkt heel goed. Oh, goed gedaan dan. Dankjewel. En nog heel veel plezier de laatste kilometer. Doei. Goedemiddag, mevrouw. U heeft de beker al binnengehaald, zo te zien. Ik heb het gehaald. Prachtig. Ik ben bijna 80. Bijna 80. Nou, wat prachtig. Goedemiddag, hoe is het hier? Ja, het gaat heel goed. Het is genieten. Ja, hoe is het weer vandaag? Hoe is het niet warm? Het is warm, het is warm. Daarom staan we ook lekker in de schaduw even. Ik voel hier al een hoop verkoeling naar me toe komen. Ja, ja, ja. Je moet er gebruik van maken, toch? Ja. Gaan jullie vanavond ook nog even feesten? Wij gaan de hele avond nog door, zeker. En dan halen jullie zeker wat verkoeling met een lekkere gouden rakker. De gouden rakker? Een biertje, ja. Ja, 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 ja. Potje voor papa op zijn tijd. Ja. Nou, heel veel plezier dan. Dankjewel, jullie ook. Dankjewel, hè. Je bent alvast aan de champagne begonnen. Ja, zeker. Van wie heb je die gekregen? Van mijn broer. Van je broer? Heb je veel toeschouwers vandaag gehad? Ja, best wel. Bij familie, haar familie, vrienden. En jullie lopen samen? Ja. Met z'n tweeën? Ja. En vanavond weer aan de champagne? Ja, ik weet het niet hoor. Ik denk dat ik zo oud ben. Nog even uitrusten dan, dat is misschien beter. Ja. Nou, nog heel veel plezier dan aan het einde. Dankjewel. Goedemiddag, wat zien jullie er vrolijk uit? Ja, dat is nu heel even. Gewoon 5 minuutjes en dan is het weer even huilen geblazen hoor. Ja, is het dan huilen? Ja, maar hij is altijd vrolijk sowieso. Ik ben altijd vrolijk. Altijd vrolijk? Maar hoezo, waarom wordt het huilen? Beetje pijn hier en daar, blaartjes, maar hey, push, niks. Push en leren. Hey! Hey! Mooi, zeker. Hoe komt het? Ja, een mooi feestje, mooi feestje. Ja, prachtig toch? Ja, is het goed gegaan vandaag? Hey! Goedemiddag. Jullie zijn de kilometervreters? Nou ja, nee, wij supporten de kilometervreters. Ah, kijk, wat creatief. Ja, ja, ik heb eigenlijk het bordje gekregen net van een vriendin van mijn zusje. Die komt elk moment langs. Dus, maar dit is wel echt de kilometervreter hoor. En hoe kom je erop? Creatief zijn. Heel, heel lang nadenken. Brainstorm sessies. En ja, dan kom je er wel op. En dat Slay Queen bordje, is dat ook van jullie? Dat is mede door onze brainstorm sessie bedacht, ja. Ja, klopt. Ah, wat prachtig. Nou, heel veel plezier dan met aanmoedigen zometeen. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ze komt ieder moment. Oké, prachtig. Goedemiddag, wat zien jullie er uitgedost uit? Woe, Heidi. Oh, je raakt ze kwijt. Heidi, kom maar, Sean. Heidi. Ja, oh, jetzt sind wir Heidi verloren. Oh, nein. Das ist ja schade. Ja, en wat hadden ze hier? Heidse Heidi. En wat hadden ze hier? Ja, we hebben zo een ganz grote stok, waar we zoeken Peter. Sind wir verloren in Oostenrijk? Oh nein. Ja, en jetzt sind wir hier spazieren, weil wir suchen Peter. Aber kein Peter. Nein, Peter hier. Nein, kein Peter hier. Nicht in Nijmegen. Ja. Komm schon, komm schon. Glaube ich, der Peter. Mit Bier. Peter. Peter kommt hier. Ah, oh, Heidi! 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 Hey! Heidi! Heidi! Ja. Drei Heidi! Ja. So, aber jetzt gehen wir wieder suchen nach Peter. Nou ja, viel Spaß dann. Ja, danke. Und wenn du Peter siehst, kannst du mich anrufen, okay? Yes, ja, sicher. Ja, wir freuen uns Oktober für die Feste. Ja, Oktoberfest. Oh, Oktober. Ja, bleib of course. Wieder. Yes. Okay, tschüss. Goedemiddag, hoe gaat het hier? Hoe gaat het hier? Ja. Warm. Warm. Ja. Maar wel een feestje. Zeker. We hebben genoeg bier, dus... Dat is in ieder geval een goed teken. Dat is het belangrijkste. En jullie hebben een roze ballon. Zijn jullie een beetje bij woensdag blijven hangen of zo? Deze is niet van ons. Oh, die is niet eens van al jullie. Niks is hier van ons, nee. Helemaal niks, nee. Maar wel een bier. Ja, al het bier wat je hier ziet, wat al weg is inmiddels. Nou ja, dat is het belangrijkste, hè? Ja. En vanavond in de stad nog meer bier? Zeker, als het volhouden. Oh, jawel toch? Ja.
Nou, vroeg begonnen, hè? Ja, oké, maar als zij 40 kilometer kunnen lopen, kunnen jullie dit toch ook wel volhouden? Zou moeten kunnen, ja. Nou, dan zie ik jullie vanavond in de stad. Ja, is goed. Hey. Wat hebben jullie op het doek staan? Wat hebben we? Wat hebben jullie op het doek staan? Lezen. Even kijken, hoor. De mooiste meiden lopen hier. Geef ze bier. Hey. Als jullie vanavond mee naar de stad gaan, dan geef ik jullie bier. Ja, is goed. Dan spreken we af, ja. Hey. Goedemiddag. Goedemiddag. Geef je een mooi uurtje op. Ik heb een fantastisch uurtje gehad. Het laatste stuk is het beste. Dat is echt het beste. En ook een mooi hoedje. Ja, dankjewel. Dankjewel. Oranje, speciaal voor Oranje Vrijdag zeker. Oranje Vrijdag, moet je Oranje dan doen. Ja. Uiteindelijk valt het me tegen hoor, wat de rest allemaal doet. Ja, valt het zo tegen. Maar weinig Oranje. En viel de tocht vandaag ook tegen, of wat niet? Ik vind het jammer dat die 10 eraf is, maar uiteindelijk gaat het om een muntje. Ik voor de 3e keer al, ik krijg een muntje. Wacht even. Ik ga even op de foto met Bruls. Nou, leuk toch? Ja, mooi mee. Ja, ik wil wel mee. Ga je met de foto? Ja, dat is goed. Dan ben ik sneller aan de beurt waarschijnlijk. Ja, ja, dat denk ik wel, ja. Goedemiddag meneer Bruls, hoe gaat het met u? Hier aan de Via Gladiola. Nou, met mij gaat prima hoor. Het is wel ongezond weer, dus iedereen moet goed opletten, goed blijven drinken. Maar ja, het is natuurlijk fantastisch om iedereen zo binnen te zien komen na vier mooie dagen. Ja, gelukkig is de beslissing genomen om een beetje in te korten natuurlijk. Wat vind je ervan? Nou ja, kijk, ik denk dat als je het weer op je laat inkomen, dat het een goede beslissing is. Er zullen mensen zijn die met gemak nog verder hadden kunnen lopen. Maar ik proef ook aan de reactie van veel wandelaars dat ze toch tevreden zijn dat besluit is genomen hoor. Want die waren toch gisteravond al behoorlijk aan het eind van de tijd gekomen. En dat is heel goed om het zo te doen. Nou, prachtig. En wat zijn uw plannen zo meteen nog als het hier, als iedereen is gefinished? Dan ga ik naar huis. Naar huis? Niet meer feesten? Nee, zeker niet. Ik moet altijd een beetje bereid zijn. En de feesten kun je niet opletten. Nee, ik hoop dat iedereen een hele mooie avond en nacht heeft. Ook wel een beetje verstandig doet en niet te veel gekke dingen. En als ik dan morgen hoor dat het weer een fantastische week is geweest, dan ben ik heel gelukkig. Nou, volgens mij gaat dat helemaal goed komen. Ik heb er alle vertrouwen in, maar ja goed, je weet nooit. Het is toch, zijn heel veel mensen, er kan altijd wat gebeuren. Dus nogmaals, als morgenochtend alles schoon wordt geveegd, dan ben ik een gelukkig man. Ja. Nou, prachtig om te horen. Goed, hopelijk heeft u ook een goede week gehad. Ja, zeker. Het was een prachtige week. En we kunnen ze alweer verheugen op volgend jaar. Hè? Nou, super. Ik zou zeggen nog even veel plezier hier bijna de finish. Aan de Via Gladiola. Zeker. Nog de laatste loodjes. Hè? Dankjewel. Ja, oké, okay, bedankt. U wordt hier binnengehaald. Ja, dank je. En hoe heeft u het vandaag gehad op de route? Nou, het begon best wel zwaar. Maar vanaf Beers. Beers is Engels voor biertjes. Nou, met de eerste biertjes en vanaf toen ging het eigenlijk allemaal vanzelf. Dus bier is de oplossing? Nou, het helpt wel. Ja, ik denk dat het tijdelijk is, maar het helpt wel. En ja. Nu wordt u hier feestelijk onthaald? Nou, dat kun je wel zeggen. Ja, wat wil je nog meer? Nou, hartstikke mooi. En u heeft preien gekregen? Ja, weet je, ik had mijn vrienden aangemoedigd, geef mij maar een prei. Want ik dacht, joh, wat moet je daar nou weer mee daarna? En die hebben ook veel minder gif nodig om te verbouwen. Dus prei is de nieuwe gladiool. Dus hij is ook nog eens heel duurzaam eigenlijk. Super duurzaam, ja. En heel origineel. Dat en smakelijk. Ja. Nou, hartstikke mooi. Nou, ik zou zeggen, geniet ervan dan. Ja, dankjewel. Wat zien jullie er uitgedost uit? Goed hè? Ja, ik wel. Ja, wat prachtig. Ja, mooi hè? Ja. En jullie hebben de gladiolen al binnengehaald. Ja, zeker. Ja, het is genoeg gladiolen. Ja, dat hoort erbij. Ja, ze zijn best zwaar. Hebben jullie die gekregen van familieleden of vrienden? Familie, vrienden, onbekenden, ja, één groot gekhuis. Ja, ja, super hè? Ja, leuk hè? Geweldig. Ja. En je hebt ook al je biertjes bij. Ja, mooi hè? Ja, dat hebben we wel verdiend toch? Ja, dat vind ik wel. Je bent ook al leeg, dus ik moet er nog één. Oh, dan moet je dadelijk nog de stad in. 100%. Ja, serieus, ja, wel. Nou, dat is mooi. Dan zie ik jullie vanavond nog wel met een pilsje. Ja, en ik wil nog de groeten doen aan Imke Elshoff. Nou, de groeten aan Imke Elshoff. Ja. Hoe laat het hier? Ja, heel goed. Ja. Heel goed? Ja. Geen last van de warmte? Nee, helemaal niet. We hadden zo nog 10 kilometer kunnen lopen. Nou, zomaar 10 kilometer. Ja, koud. Koud nog wel? Nee, dat is een grapje. Maar nee. Jullie hebben al een hele hoop gladiolen binnengehaald, zo te zien. Ja, veel te veel. Wil je er eentje? Nou, ik heb mijn handen ook overal vol aan. Dus, maar okay. Jullie hebben zoveel familieleden en vrienden. Dat jullie ze zoveel hebben mogen ontvangen dus. Ja, dat is echt bijzonder. Je voelt je echt zo
het is echt een warm onthaal als je hier doorheen loopt. Ik zou het iedereen aanraden. Mij ook. Ja, jou ook. Zelfs jou. Nou, dan zie ik jullie vanavond misschien in de stad. En anders volgend jaar. Top, doen we. Doei. Doei. Mag ik de groetjes doen aan oma? Ja, dat mag zeker. Ja. Nou, hierbij. Goedemiddag. Jullie zijn de parcours. Jullie zijn de parcours opgelopen om even aan te moedigen. Ja, echt. Dit is het leukste van de Vierdaagse eigenlijk. Lekker met een biertje in de zon, mensen aanmoedigen. Laatste paar meters. Heerlijk. Hebben jullie ook al bekenden aangemoedigd? Ja, zeker. Zeker. Ze zijn al binnen, maar ja, deze mensen moeten nog even de laatste duwtje in de rug hebben. Ja, prachtig. Nou, nog veel plezier. Ja, dankjewel. Dankjewel. Jullie zijn al lekker aan het feesten. Ja. En hebben jullie een studentenfeestje hier? Ja, eigenlijk wel. Huisfeestje? Ja, klopt. En lekker aanmoedigen hier in de zon? Ja. Hoe bevalt het? Goed, heel goed. Al de hele middag hier? Ja, ja, sinds vanochtend. Vanochtend al? Zo. En vanavond ook nog de stad in? Ik hoop het. Nou, dan wens ik jullie nog heel veel plezier. Ja. Zijn jullie al goed aan het aanmoedigen geweest? Ja, ja. Aanmoedigen? Ja, we wachten al heel lang op onze... Op onze lieve lopen. Het is warm, maar we wachten wel. Want, Jullie bekenden zijn nog niet voorbij gekomen? Nee, die komen nog. Nee. Met je laatkomers? Ja, ze lopen ook niet door. Dat zou je wel kunnen zeggen, ja. En gaan jullie vanavond nog de stad in? Waarschijnlijk wel, maar... En waar ga je naartoe? Het kroegje! Het kroegje! Nou, dan zie ik jullie vast vanavond wel. Ja, dat is beloofd, hè? Ja, veel plezier, hè? Goedemiddag! Goedemiddag! Wat heb je een mooi tutuutje aan? Ach, dankjewel. Ik wacht al de hele dag op het moment dat iemand dat tegen mij zegt. Oh, ja, nou, dan is het hier het moment. Ja, eindelijk. Ben je een beetje bij Roze Woensdag blijven hangen of zo? Nou, eigenlijk wel, ja. Ik heb me op Roze Woensdag aangedaan en ik kreeg zoveel geile opmerkingen van hele knappe vrouwen. Dat ik dacht, ik moet hem nu weer aan doen. Nou, hey, perfect toch? Ja, absoluut. En je hebt een mooie foto meegenomen. Ja, oh, dit ben ik zelf. Maar die heb je gekregen? Ja, die heb ik gekregen van familie. En is een vriend van mij, die zijn we kwijt. Dus als je die kan vinden, Hidde heet die, moet je even hard schreeuwen. Dan zijn we weer verenigd en dan kunnen we samen de finish over. Oh, hij loopt nog hier ergens op de hij Via Gladiola. Ergens, ook in een roze tutu. Dus het is vrij makkelijk te spotten, maar ons is het nog niet gelukt eigenlijk. Nou, ik zal eens even opletten en als ik hem voor de camera krijg, zal ik hem ook zeker even doorsturen natuurlijk. Dankjewel. En nog heel veel plezier, hè? Dankjewel, we gaan ervan genieten. Je bent iemand die is goed voorbereid op Oranje Vrijdag. Ja. En hoe is het vandaag gegaan op Oranje Vrijdag? Ja, best wel oké. Ja? Was het fijn dat het 10 kilometer korter was? Ja. Lekker warm? Ja, dat wel, ja. En dadelijk lekker koud pilsje pakken? Zeker. Nou, veel plezier. Dankjewel. Goedemiddag, wat heb je al veel gladiolen gekregen? Best wel wat, ja. Ja, ik zie het. Van wie heb je die allemaal gekregen? Allemaal van vrienden. Allemaal vrienden? Ja. We staan hier lekker met huisfeestjes aan de Via Gladiola. Jazeker. Oh ja, ga je vanavond zelf ook nog een beetje feesten? Oh, laat het niet vallen. Nee, ik weet niet of dat nog lukt, maar ik ga mijn best doen. Nou, veel plezier. Goedemiddag, wat heeft u weer een leuke hoed op? Ja, dankjewel. Speciaal voor vandaag? Of? Ja, voor vandaag. Dan kan je in ieder geval zeggen, deze hoed heb ik op, daar kun je me aan herkennen. Oh, dat is mooi. Ja. Maar heb je hem de andere dagen niet gedragen? Ja, want dat geldt hetzelfde. Het staat iedereen langs de kant. Aan deze hoed kun je mij herkennen. Ja, mooi. Zijn er al veel mensen geweest die jou herkenden? Jazeker, natuurlijk. Ja. Nijmegen, hè? Iedereen kent haar. Dit is een hele bekende Arnhemse. Dit is de bekendste Arnhemse van Nijmegen. Nou, dat is ook een prestatie, hoor. Ja. En jullie lopen met z'n tweeën? Wij lopen met z'n tweeën. Ja, wij zijn een gelegenheidsduo. Ja. Een gelegenheidsduo nog wel. Kijk eens even aan. Nou, dat klinkt goed. En is een gevoel voor deze tocht. En door Derden. Maar dat heeft uitstekend uitgewerkt. Uitgepakt. Wat prachtig. Ja. Jij hebt ook een mooie... Ja, Oranje Vrijdag, hè? Oh, we worden hier al een beetje afgekoeld. Ja, en jullie zitten al lekker aan een pilsje. Ja, dat was toeval. Ja. Ik wilde vlier bij z'n sap, maar dat bleken ze niet te hebben. Oh, nou ja, dan maar iets anders, hè? Ja, daarom. Ik offer me weer op. Toch maar weer, hè? Ja, toch maar weer. En vanavond misschien ook nog wel een keer. Misschien eentje dan. Ja, nog eentje dan, zeggen we dan, hè? Super. Ja, super leuk dat jullie ook. One for the road, zeggen we dan, hè? Ja. Nou, veel plezier nog. Ook nog, hè? Geniet ervan. Ja, jullie ook. Doei. Hey. Hoe gaat het hier vanmiddag? Fantastisch. Fantastisch feest. Het is zo warm, de zon schijnt, de mensen... We komen met zoveel moeite binnen, het is echt geweldig. Dus ook vandaar dat bord hier. Ja, zeker. Iedereen is heet. Nou, dankjewel. Iedereen is heet. Jij ook, jij mag er ook wezen. Nou, dan zie ik jullie graag in de stad vanavond. Ja, dat was zo, jongen, was gezellig, hè. Volgende keer bij mij, hè. Ja, is goed.